Verras me even over, wat voor droom was het? Eigenlijk is dit al die vluchtelingen nu, volgens mij is het een oud verhaaltje, maar hij zou niet beschreven kunnen zijn. Er was dus een man die het kerstfeest grondig wilde vieren. Hij haalde een ladderje uit de schuur en spande langs het plafond de rode papieren slingers die daarvoor garant zijn. En aan de lamp hing hij een van die rode bellen die opgevouwd weinig lijken, maar na de hand waardig meevallen. Toen dekte hij de tafel. Hij had hiervoor urenlang over 3 winkels verdeeld in de rij gestaan, maar het zag er dan ook goed uit. Naast elk bord stak hij tenslotte een kaarsje aan, waarvan je er 10 in een doos koopt, en klapte in zijn handen. Dit was het teken om binnen te komen. Zijn vrouw en kinderen, die al de tijd in de keuken elkaar met een verlegen glimlach hadden aangekeken, kwamen bedremmeld binnen. Nee, maar, zeiden ze, dat had je niet moeten doen. Maar omdat hij toch had gedaan, gingen ze toch maar blij zitten en keken ze elkaar warm aan. En nu gaan we niet alleen smullen, zei de man. We moeten ook eens beseffen wat er nu eigenlijk gebeurd is. En hij las voor hoe Maria en Jozef alle herbergen afliepen, maar nergens was er plaats. Maar het kind werd tenslotte toch geboren, zei het in de stal. En toen begonnen ze te eten. Want nu mocht het. Al was er dan veel ellende in de wereld. Kijk, zei de man, dat is nou kerst. Vieren en zo hoort het eigenlijk. En daarin had hij gelijk. En zij verwonderden zich over de hardvochtigheid van al die herbergiers. Maar ja, het was ook 2000 jaar geleden, moet je denken. Zoiets kwam nu niet meer voor. En op dat moment werd er gebeld. De man legde de banketstaaf die hij net aan zijn mond bracht, ze stoort weer op zijn bord. Hé, het was nou vervelend, zei hij. Er is ook altijd wat. Hij knoopte zijn servet los, sloeg de kruimels van zijn knie en slofte naar de voordeur. Er stond een man op de stoep met een baard en heldere lichte ogen. En hij vroeg of hij hier ook schuilen mocht, want het sneeuwde zo. Het was namelijk een witte kerst. Dat had ik vergeten te zeggen. De mannen keken elkaar een ogenblik zwijgend aan. En toen werd de een door grote drift bevangen. Uitgerekend op kerstmis, zei hij. Zijn er geen andere avonden? En hij sloeg de deur hard achter zich dicht. Maar terug in de kamer kwam er een vreemd gevoel over hem. En de tulband smaakte hem niet. Ik ga toch nog eens even kijken, zei hij. Er is iets gebeurd, maar ik weet niet wat. En hij liep terug naar de stoep en keek in de warrelende sneeuw. Daar zag hij de man nog net om de hoek verdwijnen, met een jonge vrouw naast zich. Zwanger. Hij holde naar de hoek en tuurde de straat af, maar er was niemand meer te zien. Die twee leken wel in de sneeuw te zijn opgelost, want het was een witte kerst. En toen hij weer in de kamer kwam, zag hij bleek en er stonden tranen in zijn ogen. Zeg maar even niks, zei hij. De wind is een beetje schraal, het gaat wel weer over. En dat was ook zo. Men moet zich over die dingen kunnen heenzetten. Het werd nog een heel prettig kerstfeest, want het was in jaren niet zo echt geweest. Het bleef sneeuwen, de hele nacht door en zelfs het kind werd heel opnieuw in een schuur geboren.